Zo schuift het veld dan toch iets wat in elkaar. Maar is het Jonker Fanatic die hier nog altijd het veld zijn wil oplegt? Jonker Fanatic, tweede plaats. Discovery's Wish. Aan de buitenzijde meldt zich daar de opkomende Velten Couture. En achter Velten Couture hebben we dan aan de buitenzijde Alonso Meadow. Krijgen we vanuit het achterveld misschien nog een Koos Wagermannetje te zien? Wie weet, we komen in de laatste rechte lijn en het veld waaiert uiteen. En het is daar dat aan de buitenzijde Discovery's Wish de aanval toch serieus inzet. Op de koploper Jonker Fanatic. Maar Jonker Fanatic heeft de leiding nog altijd in handen. Het waaiert erachter uiteen voor de plaatsen. Maar Stalkrebas vecht hier om de overwinning. Wat een mooi succes voor de trainer die hier ooit huisde. En wat mooi dat die 11-jarige het nog een keer kan doen. Jonker Fanatic is de winnaar. Op de tweede plaats hebben we dan Discovery Swiss. Wat een succes voor Krebas en Co. En naar de derde plaats sprint een Speedy Boy. Wat een topper, Jonker van Nettig, dames en heren. Groot applaus voor deze meervoudige. Dat vind je nog leuk, toch? Dat is voor zijn carrière. Nog altijd, ja. Uit dit in staat. Oh, topper, hè? Deelnemers startvrij. Brood mee onderweg voor de deelnemers aan het zeilmakerij Lampensteerskampioenschap van Emmeloord. 3 volledige rondes hier over de 1000 meter baan. En over enkele ogenblikken valt de start. Ja. We hebben het veld onderweg en eigenlijk doet hij hetzelfde, Alonso Meadow. Even schrikken van dat lint. Dickie kijkt nog eens even opzij, maar moet toch echt achteraan aansluiten. Schier onmogelijk, maar onderschat Alonso Meadow niet. 3 rondes te gaan. Discovery Swiss, tweede plaats, Speedy Boy. Derde daarachter sterk gehouden, Beat the Blue. Voor verder weg in het veld, Velten Couture. En daarachter is de aansluiting voor het nummer 6 van Sire Devan. Dat is het leidend quintet als de deelnemers afkoersen op de bocht en die nu ook ronden. Met verderweg in het veld Touperine. Achter Touperine komt er wat reactie in het veld, want daar meldt zich aan de buitenzijde de stalgenoot van de koploper. En wat heeft Bas Krebas dit mooi in elkaar gedraaid in positieve zin. Goede staltactiek, want zo kan Jonker Fanatic zijn starthandicap zonder dat het ook maar iets kost goedmaken. En heeft zijn stalgenoot Discovery's Wish misschien wel de allerbeste rug die hij maar kon dromen. Jonker Fanatic is de nieuwe koploper. Een paard denk ik die we allemaal de overwinning wel zouden gunnen. Op de tweede plaats erachter Discovery's Wish. Achter deze paarden volgt dan in derde stelling aan de binnenzijde. En de ogen zijn niet meer echt toereikend, dus lopen we gewoon even naar het beeldscherm. De derde plaats erachter aan de binnenzijde is voor Ruud Pols. En Ruud Pols is in deze koers actief met een Speedy Boy. Achter een Speedy Boy hebben we dan in aansluitende vorm de rest van het veld, waarbij Beat the Blue nog altijd sterk gehouden wordt. Dan de fraaie Velten Couture. En die wordt dan op een lengte gevolgd door Sire Devan. Met achter Sire Devan aan de binnenzijde Touperine. En aansluiting is er nog altijd voor Dickie Hof en zijn Alonso Meadow. En dat is de situatie als we lopen te wandelen. Maar geef ze eens ongelijk, want de afstand is erg lang. Namelijk nog 2 rondes van 1000 meter in zeilmakerij Lampensteerskampioenschap Emmeloord. Met Jonker Fanatic voor Discovery Swish en op de derde plaats een Speedy Boy. Daarachter dan Beat the Blue met Velten Couture, Sire Devan, Touperine en aansluiting nog altijd voor Alonso Meadow. Er gebeurt er nog niet veel, maar ja, je hebt dan ook 2 topfavorieten op dit moment die hier de koers beheersen. Jonker Fanatic, een geweldig paard met 36 overwinningen uit 118 starts en een winst van €81.000. Heeft een lengtevoorsprong op de jonge garde, aangevoerd door Discovery Swish uit dezelfde stal. Dan een Speedy Boy. En achter een Speedy Boy is dan Beat the Blue. Yvonne Wagenaar te gast vandaag hier op de baan van Emmeloord. En ze ligt 5e en moet nog 2 lengte toerijden naar het 4e paard om in ieder geval aansluiting te halen met Velten Couture. Achter Velten Couture op een lengte aan de binnenzijde Sire Devan. Met verderweg in het veld Touperine en aansluiting is er voor paard nummer 5 Alonso Meadow. En zo ronden de paarden dan de bocht. Komen ze dadelijk weer in de ganse pas in de rechte lijn voor de tribune. En ik wil nu toch wel een beroep doen op de rijders om van deze koers iets te gaan maken. Want zo is er weinig aan. En weet ik ook eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen. We komen in de rechte lijn voor de tribune met nog altijd dezelfde koploper. En dat is paard nummer 7, Jonker Fanatic. Kom, zo makkelijk gaan jullie het ze toch niet maken, die man uit band, of wel? Op de tweede plaats erachter is het dan Discovery Swish. Derde aan de binnenzijde is het dan een Speedy Boy. De vierde plaats voor Beat the Blue. Nee hoor, Dickie gaat er in ieder geval als eerste wat aan proberen te doen. Met zijn nummer 5, Alonso Meadow. En we gaan dan alweer naar de volgende bocht. Waarbij Jonker Fanatic vooraan het tempo langzaam maar zeker op begint te schroeven. Heeft een
een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats erachter Discovery Swish. Achter Discovery Swish hebben we dan in derde stelling aan de binnenzijde Speedy Boy. Die lijkt het even wat moeilijker te hebben in die bocht, maar kan het misschien straks op het rechte stuk weer even oppakken. Aan de buitenzijde komt Felton Couture naar voren. En Felton Couture is dan nu toch eindelijk even een paard dat Alonso Meadow een beetje uit de wind weet te houden. Aan de binnenzijde loopt Beat the Blue geen meter te veel. En achter Beat the Blue de laatste twee, Sire Devant. En aan de buitenzijde Toupirin. En zo schuift het veld dan toch iets wat in elkaar. Maar is het Jonker Fanatic die hier nog altijd het veld zijn wil oplegt. Jonker Fanatic, tweede plaats. Discovery Swish. Aan de buitenzijde meldt zich daar de opkomende Felton Couture. En achter Felton Couture hebben we dan aan de buitenzijde Alonso Meadow. Krijgen we vanuit het achterveld misschien nog een Koos Wagermannetje te zien. Wie weet, we komen in de laatste rechte lijn en het veld waaiert uiteen. En het is daar dat aan de buitenzijde Discovery Swish de aanval toch serieus inzet. Op de koploper Jonker Fanatic. Maar Jonker Fanatic heeft de leiding nog altijd in handen. Het waaiert er achteruiteen voor de plaatsen. Maar Stalker Ebas vecht hier om de overwinning. Wat een mooi succes voor de trainer die hier ooit huiste. En wat mooi dat die 11-jarige het nog een keer kan doen. Jonker Fanatic is de winnaar op de tweede plaats. Hebben dan Discovery Swish. Wat een succes voor Krebas en Co. En naar de derde plaats sprint een Speedy Boy.